Otto of Snowcrest Valley, I hereby declare you a Shaper of Anima. Zar will grow stronger as he learns to draw power from soul shards. If we don't act quickly, we may never be able to stop him. Jawel, het is weer tijd voor Indie Spotlight. En dat is ons wekelijkse item waarin Soraya een indie in de spotlight zet. En vandaag heeft ze meegenomen Masters of Anima. En dat is niet Masters of Anime. Even duidelijk, het heeft niks met anime te maken, toch? Nee, echt nul. Oké, wat is het precies en waar spelen we het op? Oké, wat het precies is. En de vergelijking is heel makkelijk een beetje met Pikmin. Alleen dan minder schattig, meer de vibe van Overlord en Diablo 3. Oftewel gewoon top-down, jij bent de baas, je bestuurt een aantal poppetjes aan. Het voelt een beetje duister. Als jij zegt Overlord en Diablo, ook? Dan is het niet, dat slaat niet op Pikmin. Wat absoluut natuurlijk altijd heel niet. Erg zoetsappig is ofzo. Nee, en gelukkig ook niet de irritant gepiep van die beesten van Pikmin. Oh ja, nee. Dat, ik hou van Pikmin hoor, daar niet van. Ze zijn schattig, maar jongens, calm your tits. Het is echt, als ik eentje opgegeten wordt omdat je die bent vergeten, werd ik altijd heel blij. Lekker voor je. Ja. Maar dat is het dus niet. Oké, dat is het dus niet. Je gaat top-down. Dan ga je wat dingen dus managen, denk ik, of micromanagen. Is dat ongeveer de richting waarin we denken, is dat dan de goede richting? Ja, dat is helemaal de goede richting. Want je speelt als Otto, ja, het is een hele Nederlandse naam. Ik zag het ook, dacht ik, hè? Maar het is een Franse uitgever. Oké. Maar Otto, die wordt dus inderdaad baas van, in ieder geval, die is in opleiding om een shaper te worden. En deze shapers, die kunnen dus guardians maken. En die guardians zijn dus die kleine popjes die je moet besturen. Oké. Maar wanneer je diploma gaat halen, dan gaat echt de shit los. Want jouw vriendin, die is natuurlijk al een master ervan. En die zegt elke keer tegen jou, je moet wel een opleiding hebben, anders ga ik niet met je trouwen. En weet je, vrouwen. Maar... Okay. Aardige worldbuilding hier. Ik weet het, alsjeblieft. Maar op het moment is inderdaad dat je denkt, ja, dat gaat lukken, dan komt natuurlijk de grote evil guy en die gaat naar je of niet, want zij is een master shaper. En hij maakt haar dood, maar niet echt dood, want hij heeft haar uit elkaar getrokken. Oké. Maar niet op die manier. Maar hij heeft dus fragmenten van haar over het hele land verspreid. En tegelijkertijd... Nee, absoluut niet. Maar tegelijkertijd belangrijk is natuurlijk dat hij de hele wereld gaat overnemen met zijn guardians. Want die zijn gevoed door het kwaad. Ja, maar Otto die is natuurlijk madly in love. Dus die zegt, ja, weet je, ik ga Anna, want zo heet ze, ik ga Anna redden. Ja, en weet je, als ik toevallig de wereld red, ja, prima. Ja, ik wou net zeggen, dat is bijzaak dan toch? Je doet het voor de liefde. Dat vond ik dus heel erg schattig. Ik denk, oh, eindelijk niet een van de guy die denkt, oh, ik ga de wereld redden. Nee. Nee, gewoon. En dan zijn liefje redden. En daar gaat het. En dat vind ik dus heel erg schattig. En dus dan ga jij op zoek naar haar fragmenten. En dan maak je elke keer nieuwe guardians aan. Ja, echt... Het klinkt zo fout. Dan ga je op zoek naar stukjes van haar. Ja, een stukje oor. Ja, lekker. Oh, wauw. Daar ben ik verliefd geworden, dat oor. Meer heb ik niet nodig. Ja, oh, creepy. Oké, nu is het echt heel creepy. Nu gaat het wel een beetje de anime kant op. Of ja, maar nee. Ja. Maar goed, oké. Hoe dan ook. Hoe speelt dat? Want je gaat je vriendin redden, je gaat de wereld dan, ja, zij het voor de bij, redden. En dat doe je dus met micromanaging en dan neem ik aan steeds in levels ga je op zoek naar die stukjes met steeds tegen andere uitdagingen, denk ik. Nee, dat is precies goed gedacht. Het is inderdaad elke keer... Ja, zou je iets meer moeten doen. Zou ik iets meer moeten doen. Maar je gaat elke keer in het land een stukje verder. En dat staat dan gelijk aan een level. Maar je ziet niet per definitie gelijk wat voor hoe lang een level is. Maar dat is een hoofdstukje. Ja, oké. En eigenlijk elk hoofdstukje krijg je een nieuwe guardian ook. En je begint gewoon, weet je, met guardians zijn gewoon veel meer hop erop af, slaan, mappen. Die zijn wat sterker. Daarna krijg je boogschutters. Ja. Daarna krijg je mensen die natuurlijk een beetje meer magic help van de bad guy afhalen. Dat weer naar jou tot transport. Oh, okay. Dus zo groei je elke keer en samen met die guardians moet je dus grote andere guardians die dus de slechterik heeft gemaakt verslaan, maar ook puzzels oplossen omdat je dan, ja, ze zijn een beetje flauwer daar niet van, maar dan moet je bepaalde dingen opschuiven en dan kan je ineens wel er over een paadje heen. Weet je, daar moet je aan denken, maar in battle is dit dus een heel interessant systeem. Want, weet je, als je dan, zeker als je meerdere vechters hebt, dus meerdere guardians, dan moet je echt gaan nadenken. Oké, daar ga ik eerst even de eerste op afsturen. Die echt, weet je, ga maar gewoon, jullie kunnen het domweg slaan. Ja. Maar de boogschutters, ja, die ga je in een bosje plaatsen. En de andere, die wil je ook op een andere plek plaatsen. Het is vrij tactisch, klinkt het. Als een, ja. Is dit, goed, ik stel me dan voor dat, weet je, dat is mooi met die leercurve. Of een soort van curve, dat je bij elk level krijg je een nieuwe. En daarmee wordt ook de gameplay weer een heel stuk rijker, zou je dan denken. En dan klinkt het toch wel als iets wat de tactische spelers onder ons ook leuk op zouden. Absoluut. Want dat is het dus niet alleen ik zet ze hier neer en klaar. Nee, thuisgevecht verlies natuurlijk ook weer manschappen. Die moet je dan weer gaan shapen tijdens. Maar je ziet ook, en dat vond ik zelf wel heel erg fijn, de vijanden die
laat wel een beetje zien waar ze dan iets heen gaan. Weet je, als ze een aanval recht naar voren zien, nog wel gelukkig een pijltje. Waarvan jij dan denkt, kak, jullie moeten allemaal daar weg. Er zijn wel cues dat je weet van, ik moet nu hierop reageren. Er is ook, dus het is tactisch in dat je moet plannen, maar het is ook wel gewoon real time. Ja. Moet je ook gewoon bezig zijn. Absoluut. En dat vond ik echt heel tof gedaan. Waardoor is wel elke keer, ik red het heel vaak net. Maar nee, ik doe het nog een keer opnieuw. En wat daaraan bijdraagt, aan het eind van een gevecht krijg je een soort heel klein rapportje. Weet je, gaat niet uit het game, maar het verschijnt gewoon. Okay. Met hoe hebben je Guardians gedaan, hoe heb jij het gedaan? En dan komt daar een cijfer uit. Oh, ja. En dat is juist zeker omdat ze het opbreken in kleine stukjes, kan je denken, oké, ik moet volgende keer toch iets meer opletten dat ik mezelf meer veilig stel. Of juist, die Guardians, weet je, kan ik volgende keer beter zo. Dus, ik vond het echt heel erg lekker. Ja, maar dan doorloop je dat verhaal en natuurlijk is dan die replaywaarde zit er erin dat je denkt van ik wil overal dat hoogste cijfer halen dan natuurlijk. Maar blijft dat dan lang leuk? Want hoe lang ben je daarmee bezig? Stel, je speelt het verhaal een keer uit en je gaat nog een paar leveltjes opnieuw proberen voor een beter cijfer. Hoeveel tijd kost ons dat? Nou ja, replaywaarde zit er eigenlijk niet echt in. Maar er zit wel fix aantal uren in. Ik denk dat je makkelijk 10 uur met deze game bezig kan zijn. Dat is ja, aardig groot. Het is echt, ik ben echt ook, ik was... Weet je, met een indie game, je begint dat je hebt goede hoop. Maar het kan ook heel snel voorbij zijn. En 9 van 10 keer is dat heel snel. Met deze dacht ik echt letterlijk voor deze opname, vanmorgen nog, dacht ik, kan ik nog even een half uurtje? Nou, het werd 10 minuten uiteindelijk. Oh, het is zo'n game. Ja, het is echt, ik wil nog een stukje verder. Indies doen dat goed. Heerlijk. Ik heb dat met Into the Breach, dat je dan af en toe dat je denkt van, ik heb een kwartiertje over, let's go. Dat heb je niet met een grote, weet je, dat heb je niet met Assassin's Creed, van dan ga ik even 10 minuten spelen. Nee. Dat is mooi. En het kan makkelijk, het zit ook echt wel een verhaal omheen. Je komt inderdaad dan, weet je, er komt weer de vader tegen van jouw verloofde en dan ga je daar ook even mee kletsen. Dus dat verhaal zit er ook wel in. Er zit wel worldbuilding in ook. Dat is wel leuk. Ook, en dat is heel leuk gedaan. Je merkt ook wel dat jezelf, ja, weet je, je vriendin zet je al weg als een slacker en dan denk je toch, ik ga haar toch redden en dan ga je die eindbaas geven. Ik omarm dat als mijn vriendin dat zegt. Je bent gewoon een luie zak, denk ik. Ja, het is goed dat je dat weet. Eens. Ja, eens. Ja, maar dat is top gedaan. Op een gegeven moment, die eindbaas is ook wel interessant. Want die, weet je, op een gegeven moment heb je een battle tegen hem. Maar je merkt in alles dat hij zich tegenhoudt. En dat zegt Otto, zegt dan ook van, hè? Maar hij is zo sterk. Wat voor spelletjes speelt hij met? Want de stemmen, weet je hoeft niet te lezen, want daar heb ik echt een schurfthekel aan als een game dat doet. Dat wil je ook niet in een tactische, snelle game. Maar dat wordt gewoon allemaal voorgelezen. Oh, dat is wel netjes. Inderdaad, in allemaal aparte stemmen. Dus dat is echt heel leuk gedaan. Voice acting en alles. Ja. Het klinkt als een grotere productie voor een indie. Maar wat is de prijs die we ervoor dokken? €20. Oh, dat vind ik dan erg schappelijk. Als je dan denkt van, hey, je hebt een mooi verhaal. Oké, dan zit dan niet heel veel replaywaarde in, maar het is wel een lange verloop van het verhaal. Dan die verzorging dat je dus ook voice acting en dergelijke hebt. Dat klinkt als een hele goede indie. Ja, dat vond ik dus ook. Het is wel, moet ik zeggen, €20 zeg maar in de reduced price. Oh, voor tijdelijk even. Ja, tijdelijk even, maar daarna wordt het €24. Nou, dat vind ik nog steeds een hele schappelijke prijs, hoor. Dus ik ken games die duurder zijn en minder bieden. Dus dan heb daarom. Je daar al. Daarom. Dat is fijn. We kunnen even een goede titel erin. En een goede in, En soms mis je die een beetje. Je denkt van, gaan we een indie in de spotlight zetten en dan is het zo net niet. Kan je beter gewoon een schemerlampje erop doen of zo. Ja, precies. Kaarslicht. Inderdaad, kaarslichtje even erbij, dooft uit. Maakt niet uit. Ja, oké. Okay. Maar deze was het gewoon waard. Spotlight erop en gaan. Oké, okay. Ik ben heel erg benieuwd wat de kijker er zo wel van vindt. Ik bedank in ieder geval Soraya voor het aanleveren van deze toch erg lovende review van Masters of Anima, niet anime. Niks te maken met manga, hentai, whatever. Maakt niet uit. Maar goed, dit was het voor Indie Spotlight deze week. Bedankt voor het kijken. Laat ons weten wat jij ervan vindt. En natuurlijk, volgende week zijn we weer met een nieuwe indie om in de spotlight te zetten. Kunnen we nog een jingle erbij? Of is dat te laat om dat nu te vragen? Kan iemand een jingle editen? Het eerste jingle dat ik neem, hoor ik Juf Ank. Maar dat is niet voor het einde. Dat mag ook. Dat mag ook. We kijken wel wat er insert Juf Ank. Ja. Wie edit deze Akeo? Thanks daarvoor. Succes.